1940. Duitse tanks rukken op naar het westen. Duitsland is in oorlog met Frankrijk. Dit is een nagespeelde scène voor de eerste nazi-documentaire in kleuren. Hij heette De artillerie slaat toe. Het enige overgebleven exemplaar heeft tientallen jaren in Duitse filmarchieven liggen verkommeren. De oorlog die al generaties lang in zwart-wit wordt gezien, krijgt hier een nieuwe dimensie. En deze scènes uit de veldtocht tegen Frankrijk zijn niet de enige beelden in kleur van de Tweede Wereldoorlog. Hitlers privépiloot, een Amerikaans zakenman, weermachtsoldaten en geallieerde cameralui. Ze deelden de passie om de geschiedenis in levendige kleuren vast te leggen. Dankzij hen zijn unieke documenten bewaard gebleven. Beelden van nazi-terreur en geallieerd verzet. Van dood aan het front en thuis. Van misdaad en vergelding. Van een catastrofale afloop en van een nieuw begin. De Tweede Wereldoorlog was een tragedie van onvoorstelbare afmetingen. Toen die eindelijk afgelopen was, waren 55 miljoen mensen omgekomen. Een heel continent lag in puin en alle hoop op een vreedzame samenleving in Europa leek voorgoed vervlogen. Een erfenis in kleuren uit een verleden van bruinhemden. Dit is het maandelijks verslag van het regionale filmbureau in Halle-Merseburg in 1938. Op een kamp van de Bund Deutscher Mädel, de nazi-organisatie voor Duitse meisjes, oefenen jonge leden een volksdans in. Nazi-amateurcineasten filmen al jaren feesten van de partij. Maar nu gebruiken ze voor het eerst de nieuwe AGFA-kleurenfilm om de rol van vrouwen in nazi-Duitsland te belichten. Beelden van een meeting van nazi-veteranen in Freiburg, Sachsen-Anhalt. Ook in opdracht van het regionale filmbureau van Halle-Merseburg. Het zijn niet altijd de hoogtepunten van het nazi-bewind die bewaard zijn gebleven. En vaak hebben ze decennia lang in overheidsarchieven of privéverzamelingen gelegen. Maar deze zeldzame documenten bieden bijzondere inzichten in die periode. Niet in het minst vanwege het dramatische realisme van de kleuren. Een optocht van de Weermacht in Mülheim an der Ruhr in 1938. Het Derde Rijk is zich openlijk aan het herbewapenen en niemand wil er iets tegen ondernemen. Het verdrag van Versailles dat aan Duitsland maximum 100.000 soldaten toestond, is al lang vergeten. 2 jaar tevoren was deze stad aan de Ruhr nog een gedemilitariseerde neutrale zone. Nu galmt de echo van marcherende soldaten weer in de straten van het Derde Rijk. Na 5 jaar lijkt het Hitler-regime zelf stabiel voor heel wat buitenlandse waarnemers. Ook hooggeplaatste politici laten zich verblinden door de veelgeroemde successen van de dictator. Zoals de goedgelovige oud-premier van Groot-Brittannië, David Lloyd George, die in 1936 Hitler bezoekt op de Berghof. 3 uur lang praat de Britse liberale partijleider met Hitler. Ze bespreken de politieke situatie en halen herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog op. David Lloyd George is onder de indruk van de Führer en beschouwt hem als een groot man. Hij schrijft aan een vriend: "Ik wou dat er aan het hoofd van ons land ook een man met zulke schitterende kwaliteiten stond." Winston Churchill zou later laconiek opmerken in zijn memoires: "Niemand is zo zwaar om de tuin geleid als meneer Lloyd George." De
De Britse politicus zal niet de enige zijn die gelooft dat hij Hitler ertoe over kan halen om de vrede te bewaren. Tot nog toe heeft de dictator zijn ware ambities alleen in afgelegen oorlogsgebieden laten zien. Sinds juli 1936 woedt er tussen katholieke, nationalistische krachten en aanhangers van het Socialistische Volksfront. Op Hitlers persoonlijk bevel verlenen Duitse luchtmachteenheden actieve tactische steun aan de falangisten. Met de hulp van het zogenaamde Condor-legioen nemen de Spaanse nationalisten de ene stad na de andere in. Hitler had gehoopt een bondgenoot te vinden in generaal Franco, het Spaanse staatshoofd. Maar toen Franco's fascistische regime in 1939 de bovenhand haalde, met Duitse hulp, koos Spanje voor een voorzichtige, neutrale koers. Intussen maken ook jonge Duitsers zich op voor de actie. Onder het welwillende oog van Gauleiter Joachim Eggeling houdt de Hitlerjeugd een sporttoernooi in Halle in 1938. De gemotoriseerde Hitlerjeugd voert een show op, een echt succesnummer. Rijksjeugdleider Baldur von Schirach vindt de militaire opleiding van jongens van het grootste belang. De Weermacht heeft zelfs 10.000 lichte geweren cadeau gedaan aan de Hitlerjeugd. In het handboek van de Hitlerjeugd staat te lezen: het is de bedoeling dat elke Duitse jongen over een paar jaar even vlot en efficiënt het geweer kan hanteren als de vulpen. 24 augustus 1938. Heel Hamburg is feestelijk uitgedost ter ere van de Hongaarse regent, admiraal Miklós von Horthy, die een vijfdaags bezoek brengt aan Duitsland. Hitler wil zijn gast graag betrekken in de komende veldtocht tegen Tsjechoslowakije. Het enorme vertrouwen dat Hitler geniet bij het Duitse volk geeft hem nu de zelfverzekerdheid om zijn ware ambities in daden om te zetten. Elke generatie, zo zegt hij tegen een medewerker, zou een oorlog moeten meemaken. In het dorp Mühlberg bij Halle wordt het festival voor school en vaderland gehouden. Het Instituut voor Etnische Studies filmt de optocht. De quasi-onschuldige beelden onthullen de realiteit van het nationaal-socialistische Duitsland. De partij heeft het complete dagelijkse leven onder controle. De herbewapening is bijna rond. Het nazi-bewind heeft de smadelijke nederlaag in de Eerste Wereldoorlog naar het verleden verbannen. Duitsland is trots op zijn verwezenlijkingen. Eén volk, één rijk, één Führer. Berlijn, zomer 1939. De zo pas afgewerkte Rijkskanselarij staat verlaten. Architect Albert Speer heeft dit gigantische gebouw ontworpen als een weerspiegeling van Hitlers ambities. Maar de Führer broedt zijn plannen voor de verovering van Polen liever uit op een veilige afstand van de hoofdstad. De Berlijners lijken blind voor het feit dat Europa aan de rand van een oorlog staat. Ze genieten met volle teugen van het leven onder het Derde Rijk. Maar hun zorgeloze dagen zijn geteld. Op een vliegveld in Breslau in Silesië, het huidige Wroclaw, staat de 77ste gevechtseenheid van de Luftwaffe paraat. De 27-jarige Hannes Trautloft is een van de kapiteins. De Messerschmitt 109-jagers, ontworpen door ingenieur Willy Messerschmitt, zijn de trots van de Duitse luchtmacht. De strakke één-piloot-toestellen hebben hun waarde bewezen in de Spaanse burgeroorlog.
Kapitein Trautloft heeft er 2 jaar actieve dienst op zitten bij het Condorlegioen in Spanje. En hij heeft 5 vliegtuigen neergehaald. Nu kan hij zijn ervaring doorgeven aan andere piloten. Het Hartenaas eskader uit Breslau is een van de eerste die in actie komen bij de invasie van Polen. De Duitse luchtmacht is verpletterend superieur aan de Poolse. De Führer van de jeugd, Baldur von Schirach, bezoekt Hitler op de Obersalzberg. De plannen voor de oorlog tegen Polen zijn bijna rond. De verrassingsaanval mag niet later dan 1 september plaats hebben. De dictator wil niet dat er een officiële mobilisatie komt en daarom worden reserveeenheden opgeroepen voor zogenaamde herfstoefeningen. Begin juni 1939 wordt het Duitse atletiekkampioenschap voor de politie gehouden in Frankfurt aan der Oder. Sinds 1936 is SS-leider Heinrich Himmler ook hoofd van de politie. Zijn afgevaardigde, commandant Kurt Daluge, komt zich in het Ostmarkstadion overtuigen van de conditie van de agenten. In de oorlog zullen de politiebataljons onder de directe leiding van Daluge opvallen door hun totale meedogenloosheid wanneer ze verzetstrijders terechtstellen en Joodse burgers vermoorden. Handgranaten gooien is een van de attracties van de Spelen. De winnaar is een zekere Wagner uit Keulen met een worp van 79 meter. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan heeft het laatste grote internationale evenement voor de oorlog plaats. De wereldtentoonstelling van New York in 1938. Ze lokt veel bezoekers, onder wie een koninklijk paar, begin juni. Koning George VI en koningin Elizabeth van Engeland brengen een officieel bezoek aan Amerika, ook aan New York. Het schandaal waarbij de oudere broer van de koning, Edward VIII, moest aftreden vanwege zijn relatie met een gescheiden Amerikaanse, lijkt zo goed als vergeten. De monarchie brengt elegant hulde aan de nieuwe wereld en de New Yorkse high society laat zich inpalmen. Maar het koninklijk bezoek is ook politiek geladen. Het neerleggen van een krans bij het graf van George Washington is niet alleen een symbolische erkenning van de gewezen kolonie. Het is ook een blijk van solidariteit met de Amerikaanse bondgenoot. Kort tevoren heeft de Amerikaanse president Roosevelt de Duitse dictator op stang gejaagd met een telegram. Roosevelt heeft geëist dat Hitler in de volgende 25 jaar geen Europees land zou aanvallen. Het koninklijk bezoek aan Amerika wijst erop dat Engeland het volkomen eens is met die eis. De krijtlijnen worden getrokken. Vroege ochtend in het stadje Helbra. Zoals elk jaar komen groepen arbeiders van het Duitse arbeidsfront samen voor de oogst. Maar deze zomer is alles anders. De Europeanen beginnen te beseffen dat de vrede aan een zijden draadje hangt. Sommige Duitsers geloven nog dat Hitler zijn politieke doelstellingen kan bereiken zonder bloedvergieten. Maar veel anderen zijn ongerust. Ze vrezen voor een nakend conflict. De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen.
Het slagschip Gneisenau ligt in de haven van Kiel. Hoewel het pas in gebruik is sinds 1938, krijgt dit vlaggenschip van de Duitse zeemacht al een grondige beurt. Een nieuwe, zogenaamde Atlantische voorsteven moet het schip veel zeewaardiger maken. Al gauw zullen de Gneisenau en zijn zusterschip de Scharnhorst Britse konvooien in de noordelijke Atlantische Oceaan aanvallen. Ondanks de voorbereiding tot de oorlog gaat het leven op Hitlers Berghof gewoon door. In augustus 1939 roept de dictator zijn hovelingen bij elkaar. Minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop is een van zijn naaste adviseurs. De twee spelen een riskant spel. Von Ribbentrop wil een non-agressiepact sluiten met Stalin in Moskou om het risico op een mogelijk desastreuze oorlog op twee fronten uit te sluiten. Een nazi-zomerkamp op het eiland Sylt. Jongens en meisjes van de Hitlerjeugd groeten 's ochtends de vlag. Er heerst een bedriegelijke stilte in het Derde Rijk. Alles lijkt bijna normaal. Maar het naderende wapengeweld trekt toch de aandacht. Op een interne memo staat te lezen: het vertrouwen in de Führer zal nu wellicht de vuurproef moeten ondergaan. Iedereen is tegen de oorlog, dat schrijft de Amerikaanse verslaggever William Shirer. Hoe zou een land een grote oorlog kunnen aangaan als de bevolking er zo erg tegen gekant is? De veldtocht tegen Polen begint op 1 september. Binnen de maand heeft de Weermacht het westen van Polen onder de voet gelopen. Hitler deelt de buit met zijn Sovjet-bondgenoten. Stalins Rode Leger bezet Oost-Polen. Begin oktober is de strijd al afgelopen. Een Duitse reserve-tankeenheid. Bij gebrek aan een echte vijand oefenen ze in het bezette Polen. De troepen mogen niet een prooi vallen aan verveling na de makkelijke zege. Polen zal tenslotte niet het enige doelwit van de blitzkriegstrategie zijn. Twee dagen na de Duitse invasie in Polen verklaren Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan het Derde Rijk en ze beginnen hun troepen te mobiliseren. Een Amerikaanse zakenman filmt op het kanaaleiland Guernsey de Britse soldaten die vertrekken naar het front. Luchtalarm in Parijs. De burgers zijn bang voor Duitse luchtaanvallen. Ze oefenen met gasmaskers en leren hoe ze naar de schuilkelders kunnen vluchten. Heel Europa is in noodtoestand. Maar slechts weinigen kunnen voorzien hoe lang deze oorlog zal duren en hoeveel miljoenen mensen het leven zullen laten op de slagvelden en in de gebombardeerde steden. De Amerikaanse journaliste Janet Flanner schrijft op die beslissende dag, de 3 september... Vanwege de geografische elementen en vanwege de tijd die de diplomaten nu nemen, lijkt dit een onnatuurlijke oorlog. Maar eigenlijk is het een vertrouwde oorlog, omdat het simpelweg een gevecht om de vrijheid is. Alleen zou de mogelijke omvang ervan wel eens het einde van de beschaving kunnen betekenen. Midden oktober weet een Amerikaanse zakenman een vrachtschip te vinden dat de gevaarlijke Atlantische Oceaan wil oversteken. Al na 3 dagen op zee krijgt hij een directe voorsmaak van de oorlog. De amateurcineast filmt de Duitse onderzeeër U-46 die een vijandelijk konvooi aanvalt en 2 Britse vrachtschepen keldert.
De Amerikaanse cargo kan overlevenden van de SS Yorkshire en de City of Mandalay oppikken. Een Britse officier is bezweken aan zijn verwondingen. Bij gebrek aan een Union Jack wordt zijn lichaam in een Stars and Stripes gewikkeld en begraven op zee. Hitler heeft zijn invasie in Frankrijk gepland voor midden november. Maar zijn generaals praten hem om met het argument dat de weerstand in het westen veel sterker zal zijn dan in Polen. De Führer richt zijn aandacht dan maar voorlopig op Scandinavië. De Duitsers zien met ledenogen aan hoe Britse oorlogs- en mijnschepen hun activiteit opdrijven voor de kust van Noorwegen. Dat is een bedreiging voor het transport van Zweeds ijzererts naar Duitsland, meestal vanuit de haven van Narvik. Begin 1940 filmt luitenant ter zee Briggs aan boord van de Ivanhoe. Deze Britse kruiser spoort Duitse onderzeeërs op in de Noordzee en probeert ze te kelderen met dieptebommen en zeemijnen. De Britse zeemacht moet bovendien ook Britse koopvaardijschepen op weg naar Engeland beschermen. Op 16 februari ziet luitenant Briggs hoe de Britse destroyer Cossack beslag legt op het Duitse vrachtschip Altmark in de Jøssingfjord, dat is binnen de Noorse territoriale wateren. De Duitse cargo heeft gevangen genomen Britse koopvaardijmatrozen aan boord. Vanwege het zwakke protest van de Noorse regering vermoedt Duitsland dat Groot-Brittannië en Zweden een bezetting van Noorwegen van plan zijn. De volgende weken zijn er nog soortgelijke incidenten. Een andere Duitse cargo, de Alster, wordt door de Britse destroyer bij de Narvikfjord in beslag genomen. De bemanning wordt gevangen genomen. De Duitse zeemacht wil Noorwegen absoluut niet afstaan aan de Britten. Het gaat niet alleen om bevoorradingsroutes. Noorwegen is ook ideaal gelegen voor duikbootbasissen. Vanaf deze strategische punten kunnen geallieerde konvooien op de Atlantische Oceaan makkelijk aangevallen worden. Hitler heeft al lang gedetailleerde plannen klaar liggen voor militaire actie op de Noordzee. Op 9 april 1940 wordt operatie Weseroefening ingezet, de Duitse invasie van Noorwegen. Deze 8mm beelden van een Duitse legerdokter suggereren dat de invasie in Noorwegen vreedzaam is verlopen, zoals die in Denemarken. Maar in werkelijkheid bieden de Noorse troepen 2 maanden lang hevige weerstand. Als koning Haakon de VII in ballingschap vlucht, stellen de Nationale Unie en haar fascistische leider Vidkun Quisling zich ten dienste van de bezetter. Duitse vrachtschepen liggen aangemeerd in de haven van Trondheim. Duitse legereenheden laden ze vol materieel. Het zal gebruikt worden op het volgende strijdtoneel. Op 10 mei 1940 is de lang verwachte Duitse veldtocht tegen het westen aan de gang. Hitlers troepen zijn al over België en Nederland heen gewalst, tot grote verrassing van de Fransen en de Britten, die een invasie via de Ardennen onmogelijk hadden geacht. De Luftwaffe van Hermann Göring bombardeert tegelijkertijd doelwitten in Frankrijk en in Nederland.
De zege over de traditionele vijand blijkt makkelijker dan verwacht. De geallieerde troepen reageren maar langzaam op de Duitse opmars. Op 20 juli 1940 neemt de 58e Infanteriedivisie de stad Toul in Lotharingen in. Na intensieve huis-aan-huis gevechten is het stadscentrum gereduceerd tot puin. Twee dagen later wordt de Frans-Duitse wapenstilstand bezegeld in Compiègne bij Parijs. Het verslagen Grande Armée marcheert naar de gevangenschap. Graven van geallieerde gesneuvelden op de stranden van Duinkerke. Het Britse expeditieleger is hier aan een catastrofe ontsnapt in mei 1940. 200.000 Britse en 120.000 Franse soldaten zijn op het laatste moment via het kanaal geëvacueerd. Hitler had hier het Britse leger kunnen wegvegen, maar hij aarzelde en liet de opmars op Duinkerken stilleggen. Het Britse leger heeft uitstel van executie gekregen, maar Groot-Brittannië staat nu alleen tegenover het Derde Rijk. De persoonlijke standaard van de Führer wappert triomfantelijk over Frankrijk. Dit is de beginscène van de eerste kleurenpropagandafilm van de UFA, de Universum Film Aktiengesellschaft. Vierde Ladung, Aufschlag, ganze Batterie, von Grundrichtung, vier Trick, weniger. De artillerie slaat toe. Zo heet deze filmversie van een geslaagde aanval op de Maginot-linie. De Weermacht doet er alles aan om zijn reputatie hoog te houden in de Duitse bioscopen. Figuranten lopen rond in buitgemaakte Franse uniformen. Een heel dorp wordt verwoest voor de camera. Dit zijn duidelijk geen originele beelden. Het camerawerk zou veel te moeilijk en riskant zijn geweest. Kosten nog moeite zijn gespaard om de Duitse artillerie op te hemelen. Artilleristen vuren naar hartelust. En echte oorlogshelden, dragers van het Ritterkreuz, leveren stuntelige commentaar bij nagespeelde scènes. Hermans, dragen Sie ein. Zweite und dritte Batterie bij Blanche Fern. Gehen sofort vor zur Abwehr des feindlichen Panzerangriffs. Zweite und dritte Batterie feiern. Mein Helm. Ich gehe gleich mal vor zum Panzerangriff. Jawohl, machen Sie hier weiter. De tanks die op de Fransen zijn veroverd zijn handige requisieten. Explosies worden vakkundig nagebootst. Het spreekt vanzelf dat de tankaanval moeiteloos wordt afgeslagen en dat de vijand wordt verpletterd door de superieure Duitse artillerie. Maar in de zomer van 1940 zijn de lachwekkende scènes van de UFA-documentaire wel bittere realiteit. Frankrijk is verslagen door het Duitse leger. Parijs is bezet. Bij de Chapelle des Invalides houdt de Weermacht een optocht. Deze soldaten gedragen zich beheerst, maar de Franse burgers worden eindeloos vernederd. Janet Flanner schrijft: nu is Parijs het voorgeborgde van de hel. Al wie houdt van Parijs en meeleeft met zijn lot, mag van geluk spreken dat hij het nu niet ziet. Hij zou Parijs verfoeien. Kapitein Friedrich Gehrke en zijn infanteriedivisie zijn gestationeerd in Montbéliard, bij de Frans-Zwitserse grens. Hij zorgt voor de bevoorrading en is daarom voortdurend onderweg in het bezette Frankrijk. Gehrke heeft kort na de Franse overgave een Kodak-camera en kleurenfilmrollen gekocht in Parijs. Nu filmt hij er het Dolce Vita van de bezetter mee. Thank you.
In de herfst van 1940 hebben Geerke en zijn troepen een speciale opdracht in het niet bezette zuiden van Frankrijk om er wijn en sterke drank te halen. Ze reizen de hele Bordeaux-streek af en maken natuurlijk ook een uitstap naar Biarritz. De minachting van de meeste Fransen schijnt deze soldaten niet te raken. Ze genieten volop van de vruchten van de zege. Want tenslotte weet niemand hoe lang het lui lekker leventje zal duren in deze oorlog. Parijs, december 1940. Duitse soldaten paraderen op de Champs-Élysées. Een Duitse officier filmt ze met zijn kleine 16 mm camera in kleur. Frankrijk is gezwicht. De veroveraars hebben zich in de Franse hoofdstad genesteld. In Parijs zijn er ongeveer 20.000 weermachtsoldaten. De overwinnaars laten er geen twijfel over bestaan wie de touwtjes in handen heeft. Generaal Otto von Stülpnagel heeft het militaire bevel over Parijs. Hij voert nauwgezet de orders van het opperbevel van de Weermacht uit. Sinds november zijn alle Joodse handelszaken systematisch arisch gemaakt en alle Joden zijn verplicht om zich te laten registreren. De Joden die er de middelen en de relaties toe hebben, gaan op de vlucht. De bezittingen van de immigranten worden verkocht op rommelmarkten. De bezetter zelf koopt hier en daar waardevolle stukken. De restanten van een wereldgodsdienst worden tot rommel gereduceerd door een dictatuur die de menselijkheid misprijst. De verliezers wonen nu achter prikkeldraad. 25.000 Franse krijgsgevangenen zitten samengehokt in een kamp in het Duitse Hemer. Hugo Filbrich, een bewaker, filmt het leven in het kamp. Hij interesseert zich vooral voor Arabische en Afrikaanse soldaten uit de koloniale eenheden van het Franse leger. Heeft hij deze beelden gewoon uit nieuwsgierigheid gefilmd of hebben ze te maken met de racistische nazi-ideologie? De doelstelling van het concentratiekamp van Dachau bij München is duidelijk. Ruim 20.000 tegenstanders van het regime, politieke gevangenen uit bezet gebied en Joden worden hier streng bewaakt door SS-eenheden. In de winter van 1940 heeft een bakker uit Dachau deze unieke beelden gemaakt binnen in het uitgestrekte kamp. Hij levert brood aan de kantine en in de bakkerij van het kamp werken verschillende gevangenen voor hem. Waarschijnlijk daarom mag hij van de SS-wachten zelfs de beruchte appelplaats filmen. Dit zijn de enige bekende beelden van het kamp in Dachau voor het werd bevrijd in 1945. In Miami, aan de overkant van de Atlantische Oceaan, ligt de Tuscaloosa in december 1940 klaar om af te varen. President Franklin Roosevelt is aan boord. Hij vertrekt voor een cruise van 2 weken op de Caribische Zee. Officieel voert Amerika een neutrale politiek. Slechts 8% van de Amerikanen is voor deelname aan de oorlog. Maar de onlangs herverkozen president weet maar al te goed dat zijn land vroeg of laat zal moeten optreden. Daarom heeft hij een enorme uitbreiding van de wapenindustrie doorgedrukt. Vooral de positie van Groot-Brittannië baart hem zorgen en hij wisselt van gedachten met de nieuwe Britse gouverneur van de Bahama's. Premier Winston Churchill heeft de hertog van Windsor enkele maanden tevoren naar deze post verbannen.
De gewezen koning, Edward VIII, heeft na zijn aftreden in Frankrijk gewoond en staat bekend als een sympathisant van de nazi's. Maar nu de Luftwaffe elke nacht genadeloos Londen bombardeert, heeft zelfs de meest Duits lievende Brit geen sympathie meer voor Hitler. In de lente van 1941 filmt amateur-filmproducer Rosie Newman deze taferelen voor een verslag. Duitse bommen zijn vlakbij Bond Street neergekomen en hebben zware verwoestingen aangericht. In 1941 komen ruim 1200 Londenaars om bij de luchtaanvallen. Rosie Newman's aanwezigheid achter de camera lokt verbaasde reacties uit. Een politieagent die haar pasje controleert zegt laconiek: geen idee dat ze meisjes gebruikten voor dit soort werk. De Royal Air Force slaat terug en bombardeert Duitse steden. De oorlog die de Weermacht over half Europa heeft verspreid, keert zich voor het eerst tegen het eigen volk. Dit zijn kleurenbeelden uit Neuwied. In de nacht van 1 maart is dit stadje aan de Rijn gebombardeerd door de Britten. 12 mensen zijn omgekomen. De mensen van de stad nemen afscheid van de slachtoffers op het Marktplein. Voorlopig kan nog niemand voorzien hoe gruwelijk de luchtoorlog en de bombardementen nog zullen worden. Hitler en zijn generaals maken zich al maandenlang op voor de volgende grote veldtocht, de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Maar intussen is ook gebleken dat de Italiaanse dictator Mussolini zijn militaire kracht behoorlijk overschat heeft. De Führer stuurt legereenheden naar Noord-Afrika en naar de Balkan om zijn bondgenoot te steunen. In april 1941 nemen Duitse troepen zowel Joegoslavië als Griekenland in, binnen enkele weken. De 27e gevechtseenheid van de Luftwaffe valt dag en nacht doelwitten aan. Als de Griekse hoofdstad capituleert, wordt het 6e eskader van de 2e groep gestationeerd op de luchthaven Eleusis bij Athene. Voor ze naar Duitsland terugkeren, verkennen de soldaten de streek. Een Duitse tank en soldatengraven, de erfenis van een moderne slag van de Thermopylen. Vanuit hun hoofdkwartier in Athene voeren de Duitsers 3 jaar lang een genadeloos militair bewind over het bezette Griekenland, compleet met het doodschieten van gijzelaars en massaterechtstellingen. Dat is uiteraard niet te zien op de amateurfilms van de soldaten. De veroveraar koestert nog de euforie van de overwinning. In Nazi-Duitsland heerst de illusie van kalmte. Een vakantie bij de Chiemsee in de zomer van 1941. Het bevel voor de oorlog tegen de Sovjet-Unie is al lang gegeven. Minister van Propaganda Joseph Goebbels schrijft in zijn dagboek: we staan allemaal te trillen van opwinding. Ik kan amper wachten tot de storm losbarst. Vanavond komt het nieuwe filmpje van de week uit. Fantastisch. Ik logeer in Schwanenwerder. Het is een geurige avond. Wat kan de wereld toch mooi zijn. Ook de bewoner van de Wasserburgerstraße nummer 12 in München gaat begin juni met vakantie. Hitlers vriendin Eva Braun heeft haar zinnen op Italië gezet. Zoals gewoonlijk neemt ze een kleine camera en kleurenfilmrollen mee. Hoofdpiloot Hans Bauer vliegt zelf de vakantiegangers over de Alpen. Bij het gezelschap zijn ook Fanny, dat is de moeder van Eva, haar zus Gretel en Annie Brandt, de vrouw van Hitlers lijfarts. Terwijl Duitse troepen zich samentrekken langs de Duits-Russische demarcatielijn in Polen en Oost-Pruisen, ontspannen de dames zich op het strand van Paraggi bij Portofino.
Op 22 juni 1941 wordt bij dageraad operatie Barbarossa ingezet. Vanuit Oost-Pruisen vertrekken de 20e Panzerdivisie en de Centrale Legergroep om Wit-Rusland binnen te vallen. De 21-jarige Götz Hirt Reger is een van de radio-operatoren. Een paar maanden eerder heeft deze amateurfotograaf clandestien wat Kodak-filmrollen buitgemaakt in het bezette Warschau. Nu maakt hij ongewoon levendige beelden van de Weermacht in opmars. Binnen de maand hebben Hitlers troepen het Rode Leger tot diep in Oekraïne teruggedrongen. Smolensk is niet veraf meer en zelfs Moskou lijkt binnen hun bereik te liggen. Honderdduizenden Sovjet-soldaten worden gevangen genomen. Op bevel van Hitler worden politieke volkscommissarissen onmiddellijk terechtgesteld. Alle anderen worden in voorlopige krijgsgevangenenkampen gepropt. Zij die het overleven worden gedeporteerd naar Duitsland om er dwangarbeid te verrichten. Götz Hirt is gefascineerd door de oorlog en zijn verwoestingen. Hij gebruikt zijn laatste kleurenrol in augustus 1941. Als hij de rol wil laten ontwikkelen, wordt hij in beslag genomen. De autoriteiten vinden zijn camerawerk zo goed dat ze hem niet arresteren, maar hem naar de propagandaafdeling van Goebbels sturen om er tot officiële cameraman te worden opgeleid. Deze opnames van de oorlog in de Sovjet-Unie eindigen met beelden van een Duitse militaire begraafplaats. 4 jaar later zullen er honderden dergelijke begraafplaatsen zijn. Laatste rustplaatsen voor Duitse gesneuvelden die nog het geluk hebben om begraven te worden. Rond die tijd ligt er een heuse armada voor anker in de haven van Halifax. Hier in de Canadese provincie Nova Scotia verzamelen Britse konvooien en geallieerde troepentransporten zich voor de riskante transatlantische overtocht naar Europa. Het slaperige stadje Halifax is een drukke garnizoensplaats geworden, compleet met hulpvoorzieningen voor soldaten en nachtclubs voor een laatste portie plezier in het vooruitzicht van de strijd aan het overzeese front. In augustus 1941 bezoekt de Britse eerste minister Winston Churchill Canada. Hij zal spoedig de Amerikaanse president Roosevelt ontmoeten om het Atlantisch Charter af te kondigen. De nieuwe vredesorde die er moet komen nadat Hitler verslagen is. Maar eerst moet er nog een overwinning behaald worden. Fire! 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 Dit is een uittreksel uit een Canadese propagandafilm. In war, a nation must be forthright. For the art of war is largely the ability to marshal the entire resources of a people. Ships, tanks, planes and guns. But for the tanks, planes and ships, men were needed. And on the storied cobbles of Halifax, the tramp of armed men beat a savage rhythm. War, war, war. War, 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 war. Op 28 augustus bezoeken Hitler en Mussolini de Duitse en Italiaanse troepen in Oekraïne. De Duitse dictator staat op het toppunt van zijn macht. Sinds Napoleon heeft geen potentaat nog zo'n groot deel van Europa overheerst. In een van zijn eindeloze monologen verklaart Hitler dat Rusland voortaan geregeerd zal worden door Duitse führers en dat het uitgestrekte gebied levensruimte of lebensraum zal worden voor Duitse kolonisten. Hitlers invasie van het oosten is vanaf het begin gericht op het uitroeien van de burgerbevolking. Dit zijn beelden uit het bezette stadje Pleskau in Oekraïne. De speciale strijdkrachten van Heinrich Himmler achter het front zijn begonnen aan hun opdracht, de uitroeiing van de Joodse bevolking.
Massaterechtstellingen door de SS zijn aan de orde van de dag. Nu en dan worden de terechtstellingen ook uitgevoerd door gewone soldaten. In de oorlog tegen Stalin verliest de Wehrmacht zijn laatste zelfrespect. Kirovograd in Oekraïne wordt door Duitsland bezet sinds 5 augustus 1941. Het pioniersbataljon 219 is vlakbij gelegerd. Pionier Voigt is al jaren een verwoed amateurfotograaf en hij filmt zijn eenheid bij het werk en de ontspanning. Hun taak is bruggen te repareren achter de frontlinies. Dit zijn geen propagandafilms, maar veeleer toevallige beelden van een oorlog die over enkele weken een nachtmerrie zal worden voor deze soldaten. De Duitse opmars zal worden gestuit, niet door de legers van Stalin, maar door de bittere kou. Het pioniersbataljon bouwt blokhutten als bescherming tegen de barre Russische winter. Hitlers opmars naar het oosten wordt langzaam tot staan gebracht door de modder, de sneeuw en het ijs. Hawaii, februari 1942. Deze kleine paradijselijke eilandengroep in de Stille Oceaan is al enkele weken het middelpunt van de oorlog. Op 7 december 1941 hadden de Japanners de Amerikaanse basis op Pearl Harbor aangevallen en verwoest. Het Hickam-vliegveld was in een schroothoop herschapen. 77 Amerikaanse vliegtuigen waren vernield en 29 Japanse vliegtuigen waren uit de lucht geschoten door de Amerikanen. Amerika is nu in oorlog met zowel het Keizerrijk Japan als Nazi-Duitsland en het maakt zich klaar om terug te slaan. Er worden troepen naar Honolulu gestuurd en de beschadigde slagschepen worden in allerijl gerepareerd. In opdracht van de Amerikaanse geheime dienst OSS is de gerenommeerde Hollywood-regisseur John Ford naar Pearl Harbor gekomen. Met zijn cameraploegen filmt hij hoe Amerika zich opmaakt voor de oorlog. In een brief schrijft hij: Hawaii is een heel vreemde plek geworden. Overal prikkeldraad en in allerlei genomen veiligheidsmaatregelen. Ik vind de hysterie van deze defensieve stemming heel verwarrend. Admiraal William Halsey is aan boord van de USS Hornet op weg naar Japan. Zijn eenheid is aan de ramp van Pearl Harbor ontsnapt. De vliegdekschepen krijgen nu de opdracht om zo dicht mogelijk bij het Japanse vasteland te komen, zodat Amerikaanse vliegtuigen Tokio kunnen bombarderen. En dat lukt ook. Maar Yamamoto, de bevelhebber van de Japanse vloot, is al iets nieuws van plan. Hij wil de Amerikaanse basis op het eiland Midway bij verrassing innemen. Maar de Amerikanen hebben zijn communicatiecodes ontcijferd en liggen in hinderlaag. In de slag om Midway in juni 1942 nemen de Amerikanen weer wraak voor Pearl Harbor. En ze doen ook het tij keren in de Stille Oceaan. Thank you.
Twee weken eerder zijn John Ford en zijn cameraman Jack McKenzie al naar Midway getrokken op bevel van hoger hand. Ze moeten verslag doen van de gevechten. Ze stellen hun camera's op het dak van de elektriciteitscentrale op en maken van daaruit op de ochtend van 4 juni nooit geziene beelden. John Ford raakt gewond. Hij wordt onderscheiden met de Purple Heart en krijgt een Oscar voor zijn documentaire De Slag om Midway. De Amerikaanse wapenindustrie draait op volle toeren. Nu de mannen naar de oorlog zijn, nemen de vrouwen de fabrieken over. Een propagandafilm uit 1942 zingt de lof van deze oplossing. En First Lady Eleanor Roosevelt neemt persoonlijk de campagne onder haar hoede. At the present time, it is of paramount importance that the women and girls of our country be given training so that they may do their share in the war emergency. To some of us, the National Youth Administration stands out as the agency which is doing the best job along these lines at present. Ondanks het terugvallen van de Japanners blijft de Amerikaanse bevolking waakzaam. Er wordt gevreesd voor Japanse luchtaanvallen en de autoriteiten sluiten zelfs een directe aanval van de Duitsers op Amerika niet uit. Een oefenfilm laat zien welke stappen moeten worden ondernomen bij dit soort noodtoestanden. Hij heet Onze school bereidt zich voor op luchtaanvallen. There should not be time to reach the air raid room. Pupils are taught quick ways of self-protection. The school offers many such places of refuge, which boys and girls should learn how and when to use. Must the fate of these young children be that of thousands in the conquered lands? The answer is no. Therefore, let us prepare ourselves for anything to come. From the superintendent down to the pupils in the school. All must help. Let us join the triumphant march toward victory. Volgende week ziet u Triumph and Tragedy, het tweede en laatste deel van de Tweede Wereldoorlog in kleur, na de Champions League.